Aan de beroemde en door ongevallen beruchte 24-uursrace van Le Mans namen dit jaar 55 auto's deel. Na de altijd enerverende start was het in de eerste minuten een gedrang van je welste om een goede plaats te krijgen. Op de rechte stukken van het circuit behaalden de grootste waaghalzen snelheden van bijna 300 km per uur. Na een paar ronden was het peloton uiteengevallen in verschillende kleinere groepen die met steeds groter wordende tussenruimten de race voortzetten. Toen de avond viel, lag het Amerikaans-Belgische koppel Phil Hill, Olivier Jean Debien aan de kop. En deze twee rijders, die samen reeds tweemaal eerder de race wonnen, wisten hun voorsprong de volgende dag niet alleen te handhaven, maar zelfs nog te vergroten tot in totaal 9 ronden. Met een gemiddelde snelheid van 185 km per uur wonnen zij de race voor de derde keer.